Ik heb die jasje gaan kopen. Ik heb echt een rotzooi gemaakt. Ja, ja. Maar die is echt te wijd. Zo leuk. Vind je niet te wijd? Nee, ik vind hem heel vet. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. Ik zit in bed. En ik ben bezig met mijn boek. En ik ga zo foto's maken. En ik ga jullie meenemen weer de hele week. Ik heb net gegeten en ik wilde dus vloggen wat ik aan het eten was. Dat was een acai bowl en een tonijnbroodje. Maar het is op. En Bibi is terug van school. Die heeft door de regen gefietst. Nou, eigenlijk dus niet echt. Maar je haar is wel nat. Ja. Dus je hebt wel door de regen gefietst. Ja. In het begin. Wat ga je eten voor een nutritious maaltijd? Oh, so healthy. You're such a fit girl. I know. Wat is het? Een geroosterd broodje. Wat heb je like als je het ook lekker vindt. Like als je het ook eet. Ik heb nog zo'n bij gegeten. En gras, ik wil niet aan watermeloen. Wel watermeloen. En wat heb ik? Een drankje, dat is wel een favoriete t-shirt. Echt niet, totaal anders. Ja, yeah, true. Hey guys, good morning. Het is vrijdagochtend. En ik ben thuis. Ik heb vanochtend gesport. So proud of myself. Ik ben thuis en ik ben aan het werk. Ik ga zo even aan mijn boek werken en ik ga dan douchen en zo. Moet ik nog andere dingetjes doen? Weet ik eigenlijk niet. Ik ga mijn e-mails en zo doen. En ik vergeet altijd te vloggen als ik Uber iets bestel. Maar vandaag niet. Ik heb mijn tuna sandwich met jalapeno's. Juice. En deze acai bowl is zo lekker. Ik ben echt zoveel reclame voor deze tent aan het maken, maar I love it. Die dit heet Chick and Juice Kitchen, zoiets. Het zit in de pijp. Ik bestel altijd via Uber Eats. Dus dan heet jullie dat. Ik heb mij opgemaakt en mijn haar gedaan. Finally, such a big difference. En Suus haalt mij nu op. Sander zit eten met Bibi en Olivia. Suus haalt mij op en dan gaan we even naar de Dior boutique, want daar is een cocktail. En dan gaan we eventjes daarna, geloof ik, sushi eten samen. Dus dat is wel gezellig. Dus ik neem jullie gezellig mee. Oh ja, zal ik even laten zien wat ik aan heb? Ik heb deze witte grote blouse aan. Ik weet niet waar die van is, eigenlijk. Ik heb deze vintage Dior tas om. En mijn Dior ketting. En deze witte laarzen. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet meer waar die van zijn. Ze zijn in ieder geval niet bij de Zara. Want je had best wel leuke witte laarzen ook bij de Zara. Die eigenlijk misschien chiller zijn dan deze. Want deze zitten niet zo heel lekker. En ik hoor van iedereen dat die van de Zara super lekker zitten. Maar goed. Dat is dat. Ik ga naar beneden, want volgens mij is zuster. Wij zijn bij New York geweest. En we zijn lekker bij Momo gaan eten. Super gezellig. We hebben een ceviche. En er komt nog heel veel meer. Morning, het is zaterdagochtend en gisteravond niet meer echt gevlogd. Ik was het eten gegaan bij Momo. Met Suus en het was echt heel gezellig. Echt super gezellig. En we waren naar een Dior eventje gegaan. En ik vind dat zo awkward om op events te vloggen, dus dat doe ik niet echt. Dus dat heb ik ook gisteren niet gedaan. En ik ben uiteindelijk wel best wel laat gaan slapen. En Olly die werd vroeg wakker. Dus, little sleep. Maar dat kunnen jullie waarschijnlijk wel zien. Ik ga eens even mijn voedingssupplement innemen. Ik neem dus tegenwoordig dit in. Keratine, dat heb ik. Dat is om je haar te laten groeien. En omega 3. Want ik heb dus het idee dat mijn huid er beter van wordt sinds ik dat slik. But I don't know. En Sander en Olly zijn beneden en we gaan ontbijten. Good morning. Ik was gisteren mijn vlogcamera vergeten. En ik heb iets heel leuks gedaan. Ik ben naar Bloemvelden weer geweest. In Noordwijkerhout. Met Kay, Lua, Sander en Olly. En dat was echt super leuk. Ik weet ook nog niet of ik gisteren nog gevlogd heb. Ik heb echt een slecht geheugen. Het is in ieder geval nu zondag. En ik ga nu over een kwartier. Ik ga even snel een fotootje editen. Dus ik weet waar mijn telefoon is. Nee. Foto editen. En dan ga ik mijn Biebsje lekker shoppen. Dus ik ga jullie vandaag meenemen. Ik ben in de stad aangekomen met Biebsje. We weten niet naar welke winkel we eerst gaan. We zijn nu de Starbucks. Welke winkel gaan we eerst in? Friendly. Hier zijn de Friendly. Ik heb die jasje gaan kopen. Ik heb echt een rotzooi gemaakt. Ja, ja. Maar die is echt zo wijd. Leuk. Vind je hem niet te wijd? Nee, ik vind hem heel vet. En je het zeker, deze? Ja, die is echt heel vet. Die ga je ook echt heel veel aandoen. Vind je? Ja. En ik ook. So I'm buying it for you.
Dit rokje. Ik heb deze gewoon van de kinderen gepakt. Die is echt, echt leuk. En deze gewoon gebreide trui. Dit. Olly, die gaan we ook kopen. Oh ja, die. Dat is ook de kindse leuk. Zo leuk. En Noor heeft nog twee paar schoenen gekocht. Die zijn zo leuk. Bij de Bershka. En we hebben nog allerlei twee shirts gekocht bij de Brandy. Zo vet. Ja, maar we moeten wel even kijken welke zwaarder zijn. Oh, deze zijn echt loopzwaar. Ik ga deze niet aannemen. Oké, wij hebben net allemaal zooi bij de Zara gekocht. Daar. En we wilden dus die zelfscan even doen. We dachten dat snel. We hebben echt 100 jaar over die zelfscanner gedaan. Want je moest net met die tags eraf halen. Die vrijheidstags eraf halen, dat lukte niet. Wanneer je dingen nog ziet. Ja, dat je dingen hebt. Ja, wanneer je nog dingen ziet als je de winkel uit. Je moet gewoon niet kijken. Nee. Yay, the sun is shining. Oké, waar gaan we nu heen? Urban Outfitters, Bijenkorf, Episode, PC Hoogstraat. Ja. Ga ik even een Chanel tas kopen voor jou, schat. Heb je daarvan? Wil je dat poort? Grapje. Just kidding. Oké, we gaan de Urban. Misschien moet ik even sokken halen bij de Primark. Dat zou ik ook doen. Alleen het is wel heel erg druk altijd. En, ja, heel druk. Zo, maybe not. Baby en ik zijn even naar George gegaan. Met Gina. Ja, gezellig. En we hebben dit keer wel eten. Dat is wel echt waar. Onze appgroep gaat ook gewoon alleen maar over eten. Maar alleen maar. Altijd alles wat we sturen gaan over eten. Ja. Zo raar vinden als we het gewoon niet over eten. Deze frietjes zijn zo lekker. Dit is wel lekker, hè? Wij hebben net bij Stag gegeten. Een broodje carpaccio. Maar we wilden eerst friet halen. Toen dachten we, nee, we gaan wel een broodje halen. Toen dachten we, nee, dan eten bij het avondeten nog wel friet. Nou, bij onze friet. Oké, guys, we zijn weer thuis. Het is best wel veel later, maar ik had mijn camera in de auto laten liggen. Ik had nadat ik met Bibi en Jaren Gina had geluncht, ben ik naar Leiden gegaan. Ze hebben met vrienden gaan eten. En nu heb ik Olly naar bed gebracht. Waar is mijn make-up remover aan de douche? En ja, nu ben ik thuis. Ik ga make-up eraf halen. Ik zit zo vol, zoveel gegeten en slecht gegeten dit weekend. Niet normaal. Maar het was een leuk weekend. Morgen weer back to workie. Dus ik moet echt mijn gezicht goed reinigen. Ik ga morgen maskertjes doen. Ik denk morgenochtend dan doen. Niet meer nu. Ja, ik ga morgenochtend doen. Oké, dus ik ga mijn make-up eraf halen. En ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zit je haren mooi door de war. Mama, nu gaan we. Wat gaan we dan doen? Lekker spelen. Hallo, guys. Ik zat net trouwens mijn vlogbeelden te bekijken van deze week. En elk filmpje dat ik open zeg ik, hey guys, hey guys, hey guys. Echt mega annoying. Dus ik moet daarmee stoppen. Ik denk dat ik gewoon moet gaan praten. En niet elke keer hoi moet zeggen als ik mijn vlog open. In ieder geval, ik heb twee afspraken gehad. Toen ben ik naar huis gegaan om te werken. Ik kan gewoon niet goed thuis werken. Als ik in een café zit of een restaurant, kan ik best wel oké werken. Op kantoor werk ik ook echt wel door. Ik ben zo afgeleid als ik thuis werk. Ik doe niks productiefs. Zeg maar, je zou denken van misschien ga je opruimen of iets doen. Ik heb vandaag wel wat dingen gedaan, maar gewoon echt by far niet genoeg wat ik moet doen. En ik weet niet waardoor het komt. Ik heb zoveel e-mails te beantwoorden en ja, ik krijg het gewoon niet gedaan. Ik zit vooral gewoon, ik kom op Instagram pagina's terecht, zeg maar, uit verveling dat je echt denkt, why you're wasting your time. Like, massively. Dus dat wil ik even aan jullie vertellen. Dat ik mijn tijd aan het verspillen was. En ik ga een video opnemen. Een extra video weer. Dat vind ik wel leuk om te doen. Voor vrijdag. Dus deze vlog op woensdag. En dan vrijdag doe ik een extra video. Dus subscribe. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan kan je mijn video zien. De video die ik vrijdag ga plaatsen is, ik weet niet hoe ik hem ga noemen, maar het is zeg maar dat ik onbeschofte vragen beantwoord. Vragen die ik normaal niet antwoord. Gewoon allemaal in één keer even beantwoorden. Zoals heb je botox gedaan? Ja, nee, ik ga het trouwens niet vertellen. Jullie gaan het zien. Dus dat komt vrijdag online. Vrijdagochtend. En that's it. Heb ik verder nog iets leuks deze week? Nee, ik ga zaterdag naar Londen. Voor Fashion Week. En dan na Londen ga ik direct naar Milaan.
voor Fashion Week. En na Milaan ga ik direct naar Parijs. Dus zo zien mijn komende weken eruit. De kleine Oli missen. Echt jammer. Who is texting me? Oké. Nou, ik zie jullie later weer. Mijn kleine vriendin is inmiddels ook bij me gekomen. Boos kijken. Heb je nog wat te vertellen aan de vlog? Die. Wat is dat? Kunstverzet. Heb jij het kunstwerk gemaakt? Laat even zien. Supermooi. Die is voor jou. Echt, dankjewel. Heb je die voor mij gemaakt? Ja. Wat mooi. Kijk. Heb je lekker gegeten? Kijk eens. Heb je lekker gegeten? Ja. Wat heb je gegeten? Pasta. Heb jij pasta gegeten? Ja. Volgens mij is dat niet waar. Ook vuurwerk gegeten. Nee, dat kan toch niet? En toen ben ik blik gegaan. Echt? Ja. Ik heb jou gemist. Ik heb jou een beetje gemist vandaag. Huh? Ik heb jou gemist vandaag. En voor jou. Heb je mij ook gemist? Ja. Oh, die naf is echt lief. Ik moet niemand ook liggen. Voor de kunstpres. Kunstpres! Die is voor jou. Dankjewel. Die is voor jou. Dankjewel. Die is voor jou. Dankjewel. Die is voor ons voor jou. Echt? Ja. Wat lief. Mag ik een kusje? Ja. Kijk, dit is die zoffer spettig. Die wil het graag eten. Die zou ik gek doen. Ja. Kom, we gaan doei zeggen, oké? We gaan de vlog afsluiten voor deze week, hè? Als ze het leuk vonden, moeten ze een duimpje omhoog doen. Kan je dat al doen? Dat is zo. Kan je dat doen? Duimpje omhoog. Ik kan niet meer. En ik zie jullie vrijdag. Dag! Dag.